Goedenavond. In het Britse Bradford is een demonstratie van 3000 moslims uit de hand gelopen. Ze protesteren tegen de schrijver Salman Rushdie en zijn boek De Duivelsversen. De demonstratie was bijna afgelopen toen de gemoederen van zo'n 100 jongeren nogal verhit raakten. Ze scheidden zich van de rest van de moslims af en trokken met geweld door het centrum van de binnenstad. 200 politiemensen probeerden de jongeren te verspreiden. Ze arresteren er 12. Moslimleiders in Bradford, dat de grootste moslimgemeenschap van Engeland heeft, betreuren de rellen. Ze hadden gehoopt op een probleemloos verloop van de demonstratie tegen de schrijver Rushdie. Die zit overigens al sinds 14 februari ondergedoken, omdat Ayatollah Khomeini zijn dood had geëist. Na 1 september zullen er in ons land meer wapens verboden zijn, want dan wordt een verscherpte wapenwet van kracht, waarin ook het privébezit verboden is van onder meer volautomatische vuurwapens, elektrische stroomstokken, vlindermessen met een lang lemmet en zogenaamde opvouwbare discomessen. Het ministerie van Justitie gaat een landelijke inleveringsactie organiseren van deze wapens. En degenen die hun wapens dan inleveren, krijgen daarvoor een vergoeding. Daarnaast kunnen ook bezitters van wapens die in de oude wet verboden waren, alsnog anoniem hun wapens inleveren en ze worden dan niet vervolgd. De vergadering van de Partij van de Arbeid in het gewest Den Haag heeft besloten dat 2 kibbelende Haagse wethouders allebei op moeten stappen. Het gaat om de wethouders Duivenstein van Stadsvernieuwing en Van Otterlo van Financiën, die het maar niet eens konden worden over de bouw van een nieuw stadhuis. De 2 jonge PvdA-wethouders stonden de laatste tijd als kemphanen tegenover elkaar. Wethouder Duivenstein is verantwoordelijk voor de plannen voor het nieuwe Haagse stadhuis. Zijn collega Van Otterlo was er tegen omdat de financiering volgens hem te riskant is. Het conflict ging zelfs zo ver dat de PvdA de achterban erover wilde raadplegen. En na lang twijfelen is orde op zaken gesteld. Beide wethouders moeten het veld ruimen. De Haagse PvdA zag geen andere uitweg meer. Dit was voor de gewestelijke vergadering volstrekt onvermijdelijk. Als er een andere weg was geweest, hadden we het gedaan. Een geweldig gezichtsverlies voor de partij. Gezichtsverlies? Maar met het perspectief dat we eruit komen, intern orde op zaken en dan met een opgeheven hoofd naar buiten, is altijd nog beter dan dit. De komende dagen wordt overlegd over de vorming van een nieuw Haags college. En de PvdA nam nog een besluit, dat nieuwe stadhuis hier nog op maquette moet er wel komen. In Griekenland zijn morgen parlementsverkiezingen. Alles draait daar om Andreas Papandreou, de huidige premier die na 8 jaar de macht dreigt te verliezen. Papandreou, gisteravond nog het middelpunt van een door zijn socialistische partij georganiseerde massabijeenkomst, is een omstreden figuur geworden. Rond zijn persoon waren er het afgelopen jaar talrijke schandalen. Papandreou wordt onder meer in verband gebracht met een financieel schandaal van enorme omvang. Verscheidene van zijn ministers moeten aftreden. Gisteravond maakte Papandreou bekend dat hij binnenkort van zijn vrouw gaat scheiden om zijn vriendin te kunnen huwen. Ze was de afgelopen maanden al regelmatig als first lady opgetreden en veel Grieken is dat in het verkeerde keelgat geschoten. En Papandreou heeft inmiddels toegegeven dat de affaire stemmen zal kosten en daarvan zal de centrumrechtse oppositie, aangevoerd door Konstantinos Mitsotakis, profiteren. Een Oost-Duits vliegtuig met meer dan 100 mensen aan boord is vanmorgen in brand gevlogen na een mislukte poging op te stijgen van het vliegveld in Oost-Berlijn. 17 doden zijn geborgen. Het toestel, een Ilyushin 62 met 113 mensen aan boord, zou van het vliegveld Schönefeld bij Berlijn in de DDR naar Moskou vliegen, maar kreeg niet genoeg snelheid om op te stijgen. Het toestel reed van de startbaan af, brak door midden en brandde volledig uit. Voor de vlucht naar de Sovjet-Unie was het vliegtuig volgetankt. Pas na een uur hadden de brandweermannen het vuur onder controle. Tot nu toe zijn dus 17 doden gevonden en zeker is dat meer dan 50 mensen wel de ramp hebben overleefd. De gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht en van 13 mensen is de situatie kritiek. Met het mooie weer hebben veel mensen ongetwijfeld lekker in de zon gezeten vandaag, maar een bruine kleur is niet altijd even gezond. Te veel zon kan huidkanker veroorzaken. Daarom stond er op het strand van Noordwijk vandaag de sproetenbus. En ieder die dat wilde, kon voorgelicht worden over de gevaren van huidkanker en zelfs onderzocht worden door de aanwezige artsen en chirurgen. Ze konden vaak in 1 oogopslag zien of een sproet- of moedervlek onschuldig was of niet. De twijfelgevallen werden doorverwezen naar hun eigen huisarts, maar 99% van de badgasten kon gerustgesteld worden. Ja, dat is niks bijzonders.
En dan tot slot het weer. Het wordt morgen weer zonnig en warm, zo ongeveer 25 graden, met een overwegend matige noord- tot noordoostenwind. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenacht.